Testers. Yes! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Vandaag beslissen we voor eens en voor altijd welke speaker de beste is. Les haut-parleurs Bluetooth. Ouais! Un petit peu en retard. On a réputation d'être pratique et portable. Wifi speakers zouden groter en logger, maar zogezegd kwalitatiever zijn. Maar is dat wel zo? Il appartient à chaque équipe d'organiser la meilleure fête et de prouver une fois pour toutes qui est le mieux. L'enceinte Bluetooth of the Wi-Fi speaker. Yes, 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 yes. Aujourd'hui, on a dû tester les enceintes Bluetooth contre les enceintes Wi-Fi. On était l'équipe Bluetooth et Marcel, Jonathan et Laetitia était la team Wi-Fi. We hebben drie soorten feestjes gehad om te testen hoe dat die speakers eigenlijk werken. Hè? Vandaag feestje en we gaan het doen met dit toestelletje. Ja, jij zorgt voor de muziek. Ja, ik zorg voor de muziek. Jullie voor de dank. Voilà. Nu moet ik het alleen nog aan de praat krijgen. Hè? Terwijl je daar toch staat niets te doen, lees ik in de gebruiksaanwijzing. Ik moet wel zeggen, Marcel, ik ben al op vrolijker feestjes geweest dan feestjes waar je de gebruiksaanwijzing moet lezen. Maar bon, hij geeft al een groen lichtje. Ik heb al een groen lichtje, dat is al een succes. Ik moest een app installeren. Het toestel moest permanent voorzien zijn van stroom. Ik moest ik weet niet hoeveel toestemmingen geven. Die microfoon bleef aan. Het was ontzettend moeilijk. Avec nous, ça a été super facile. Hein, le Bluetooth, on l'a installé en 3 secondes. Le boombox. Boombox 2. JBL Boombox 2. Amai, snel. Amai. Ja, is dat klaar? Knallen. Voilà, je suis relié. Est-ce que vous êtes prête? Oh, alors nous, c'était tellement facile. Et on a pu faire la fête, mais toute la nuit, c'était génial. Je sais organiser une fête quand même. Ik zie hier dat we toegang moeten hebben tot veel eigenlijk persoonlijke gegevens. Je gaat het toch moeten doen, anders. Ja, anders gaat het niet. Als je niet toestaat, werkt het niet. Ik moet nu nog een wachtwoord. Dat stopt niet. Hij is nu bezig met verbinding te zoeken. Je hebt wel niet meer zoveel goesting eigenlijk. Ik vond het feit dat hij constant in stopcontact moet steken, vind ik ook nog wel een ding. Hé, hey, mannetjes, 2022 toch? Energieprijzen, sky high. En geen goed feestje, hè? Nou, vraiment pas. We geven het op. Gooi de handdoek. We gaan naar café. In de ring. Dus Simon, wat denk je? Is een Bluetooth speaker makkelijk te installeren dan een wifi speaker? C'est clairement plus facile que pour le wifi. On l'a fait en un claquement de doigts. Bluetooth, u vindt dit apparaat, schakel hem in en bent vertrokken. Geen privacy, geen apps, niks. Donc ouais, le Bluetooth est beaucoup plus facile à installer que le wifi. Ja, dat is waar. Oké, okay. Voilà, c'est parfait ça. Ja, wij gingen dus testen of dat Bluetooth speakers makkelijk mee te nemen zijn dan wifi speakers. Dus wij met al onze spullen, hup, ja, naar het park, hè. Zalig, ik hou van picknicken. Dus dan zaten we daar met ons speakertje. Allee, muziekje erbij. En huppa. Nee? Ze niet speelt er zo daar ergens een box af. Mannen, ik denk dat ik het heb. Houden jullie klaar? Zet je de muziek? Voilà, la partie peut commencer. Alors pour nous, dès le départ, c'était déjà un désastre complet. Il a fallu se déplacer avec le baffle, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de batterie interne, donc il a fallu prendre une batterie externe, qui était énorme, super lourde. Je me suis fait les biceps, c'était génial. Stroom is al in orde. Nu alleen nog wifi. Est-ce que la ville a un wifi? Oui. En als ik nu met mijn gsm een hotspot maak voor uw wifi? Non, je le vois pas. Ça n'a pas fonctionné. Nee, dat willen we niet. New girl. Daar ben ik. Mademoiselle. Oh là là. C'est pas grave, c'est waterproof. Waterproof. Ja. Vooral voor zo iemand zoals jij. Brut. Mais. Klinken. Je vais faire la musique moi-même. Ça va le faire. Oké, wacht. Let's look at a beat. Oké. Les testeurs sont en train de faire la fête dans le parc. Yeah.
Je twerk dans le parc sous le soleil. What is the feestje? Hier is dat feestje. Ik ben eigenlijk wel content dat dat niet werkte, anders hadden we dat nooit niet gezien. Dat was echt goed. Voilà. Dat was echt goed. Vind je nu dat Bluetooth speakers gemakkelijker te transporteren zijn dan wifi? Ja, dat is een makkelijke vraag, hè. Natuurlijk. Ja. Het was super makkelijk. Ja. Lekker installeren. Heb je die andere gezien? Le baffle Bluetooth, il est beaucoup plus pratique. Il y a une batterie interne. Il n'y a pas besoin de wifi. On aura réglé ça beaucoup plus vite. Dus nee, dat van ons was veel beter. Veel, veel beter. Ja. Het derde feestje was mijn feestje. En na wat ik al een beetje had gezien de voorbije dagen, dacht ik, we gaan dat hier toch een cultureel niveautje omhoog proberen te brengen. Ik had dus deze jonge mensen uitgenodigd voor een luisterparty. En wij moesten testen of een Bluetooth speaker stabieler verbonden is dan een wifi speaker. Ja. Kom, ga zitten. Ja, ga zitten. Ik ben klaar voor een dansfeest. Pas op, het is geen dansfeest, hè. Ja, dan ben ik terug. Nee. Dus ik dacht, we doen een kleine luisterparty zonder dansen, Jonathan. Gewoon eens even om te genieten van de klassieke muziek. Dat kan wel. Klaar? Dat is wel nog mijn favoriet. Fantastisch, hè. Oh, en van kwaliteit ook. Ik ga iets opzetten en jullie moeten zeggen of je het kent, hè. Het voelt als een spelletje. Ça va, ça fait de la lumière quand ça. Ah, téléphone. Ça c'est aussi le Rossini. Allô? Oui, mais geen muziek. Ja, spijtig genoeg was het team wifi voortdurend aan bellen. En elke keer viel de muziek uit. En dat was wel pijnlijk. Ja, bij ons was dat helemaal geen probleem, hè. Allee, zelfs als Chris heel net maar aan bellen was, dat allee, dat stoorde, maar dat stoorde de muziek niet. Oh, Chris belt. Hey, Chris. Maar... Ja? Oh, Chris, is even een slechte momentje. Jonathan, als je er een nummer op zetten, tot ze biedt. We moeten onze smaak verbreden, hè. Ça vous plaît? Oh. Maar dat vind ik ook heel schoon. Hè? Et même depuis mon téléphone, je pouvais mettre une chanson. Enfin, ah super, ja, dat was ook keigoed, hè. Super pratique, ja. Ja, niet altijd de even goede keuzes, maar het was wel gezellig, hè? Attends, je vais lui voler le baffle. Doepie. Wat ga je doen? Nu zet hij muziek. Voilà, je mets un peu de muziek. Dat is goed, hè. Nu kun jij zoveel gebeld worden dat je wilt. Hallo? Dat is een dansfeestje. Chris, est-ce que tu penses que la connexion à une enceinte Bluetooth est plus stable qu'une enceinte Wi-Fi? Spijtig genoeg niet, nee. Allee, we hebben nu keigoed muziek kunnen luisteren zonder dat we gestoord werden door dat bellen of die berichten. Dat heeft niks aan die connectie gedaan, hè. Dus nee. De wifi-speaker is veel stabieler. Ik heb dezelfde mening. Jammer. Dat is wel spijtig. Ja.